Hey daar, leuk dat je er bent. Ik ben Thias en dit is WikiWeetjes. Met deze keer een aantal weetjes over Alcatraz. In 1775 ontdekte de Spanjaard Juan Manuel de Ayala het eiland Alcatraz in de baai van San Francisco. Hij zette het op de kaart als La Isla de los Alcatrazes, wat het eiland van de Albatros betekent. Het meest bekend is het eiland vanwege haar rol als gevangenis. Van 1934 tot 1963 verbleven er 1576 gevangenen op het eiland, waaronder de maffiabaas El Capone. Dit was echter niet de eerste keer dat het eiland als gevangenis gebruikt werd. Want na het vervullen van haar rol als militair Fort, van 1850 tot 1907, werd het tot 1933 gebruikt als militaire gevangenis. Aanvankelijk was Julian Workman de eigenaar van het eiland, die het in 1846 gekregen had van een Mexicaanse gouverneur. In 1846 verkocht hij het eiland aan John Furman, de leider van de Republiek Californië, voor 5000 dollar. In 1850 gaf toenmalig president Millard Fillmore, in de nasleep van de Mexicaans-Amerikaanse oorlog, het bevel om van het eiland een militaire vesting te maken. Het fort was in 1858 af. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, van 1861 tot 1865, werd het eiland geschikt gemaakt om als strijdlocatie te dienen. Hiervoor werd Alcatraz uitgerust met 85 kanonnen, maar er waren te weinig manschappen om alle kanonnen te bedienen. Uiteindelijk werd er nooit een kanon afgeschoten vanaf het eiland en werd gezocht naar een andere bestemming voor het eiland. Er werd gekozen voor een gevangenis omdat de afgelegen ligging en de sterke stroming in de baai het zo goed als onmogelijk zouden maken om te ontsnappen. Toch lukte het Frank Morris en de broers John en Clarence Englen op 11 juni 1962 om te ontsnappen. Waar de heren gebleven zijn is een raadsel. Het enige wat teruggevonden is, zijn enkele van de spullen die ze gebruikt hebben bij hun ontsnapping. In 2003 deden Jamie Heineman en Adam Savage in het programma Midbusters een poging de ontsnapping te reconstrueren. Dit lukte en hiermee bewees het duo dat de ontsnapping wel degelijk mogelijk was en dat de heren het ook overleefd kunnen hebben. Nog geen jaar na de ontsnapping. Op 21 maart 1963 werd de gevangenis officieel gesloten en is het sinds 1972 in beheer van de National Park Service. En dat was het voor deze keer. Wiki wil je ook wat weten? Gooi het dan in de comments en misschien maak ik er een video van. Vanmiddag posten we nog veel meer wiki weetjes, dus blijf ons volgen op social media. Deel deze kennis met je vrienden en laat een like achter, dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende wiki weetjes. Hai!